Yo guys, Glad hier met vandaag een nieuwe video en vandaag is het een praatvideo. En ik kan normaal gezien een soort van Gletscher rewind maken voor de nieuwjaarsvideo, maar ik heb er helaas niet zoveel tijd voor met examens en zo. Dus ik dacht, ik maak nou eens een praatvideo en tenslotte pak je daar toch veel meer views. Hier heeft er totaal niks mee te maken, het is gewoon een beetje tijdgebrek. Anders, ja, zo'n rewind was veel awesomer geweest, ook al heb ik eigenlijk helemaal niet veel gedaan in 2018. En dat gaat trouwens ook moeilijk worden om de IJsberg Awards op te stellen. Maar ik kan mijn best doen, echt waar. Mogen al jouw wensen uitkomen 2019 en mogen er veel Gletscher video's komen? Want dat zijn uw wensen. En ik lach, maar ik hoop dat je natuurlijk een fijn 2019 gaat hebben. Al die zeven, la la la. Weet je nog die vorige praatvideo? Die wank video, ja. Ik was niet van plan om dat nog eens opnieuw te doen. Deze gaat geen wankvideo zijn, maar wat ik wel in deze video wil uitleggen is hoe ik 2019 anders ga aanpakken als 2018. Ik weet nog dat ik 2018 startte en ik dacht, dit gaat mijn jaar worden. En het had ook effectief mijn jaar kunnen zijn, maar eigenlijk had het gewoon een beetje verpest voor mijn eigen. Ik wou van alles. Ik wou veel fun hebben, veel YouTube video's. En ja, nog meer shit. De grootste fout dat ik hierbij maakte is dat ik niet besefte dat je er ook effectief iets voor moet doen. No pain, no gain. Ik heb heel mijn jaar opgefuckt. In het middelbaar. In het hoger ben ik trouwens vrij goed bezig nu. Echt waar. Echt waar. Ik heb nog niks opgefuckt tot hiertoe. Nog niks. Ah ja, bijna niks. Maar dat is dus hetgeen wat ik helemaal anders ga aanpakken in 2018. Nou, 2019, oh shit, een tijd gaat zo snel dat ik al amper weet welk jaar dat we zijn, Jesus. Ook al was 2018 niet zo'n super geslaagd jaar voor mij, tijd ging echt wel fucking... Wat de hel, dat ging zo snel voorbij, dat is echt niet normaal. Broer, pas op, er zijn 2018 niet alleen kut dingen gebeurd, bedoel. Ik had echt een teringzomer, maar dat is gewoon mijn eigen schuld, want... Ja, kijk, als ik te lui ben om niet te gaan werken, ja, dan kun je ook niet vakantie gaan, dan kun je niet chillen. En dan heb je ook geen geld om je pc te repareren. Bam, heel de zomer niks kunnen doen en zitten wachten tot ik herexamens heb en dat ik daarvoor kon leren. Wel, dat was volledig mijn eigen schuld. Maar, ik heb daaruit geleerd. Ik heb daar enorm veel uit geleerd. Ik ben echt blij dat ik werk heb gezocht. Ik doe iets met mijn leven. Ik heb money. En ik heb genoeg geld om een nieuwe pc te kopen. Ik heb er lang voor gespaard. Ik ben er trots op, maar ik heb geld voor een nieuwe pc te kopen. Shit is going to be good, denk ik. Ik denk het serieus. Veel YouTubers zijn aan het begin van het jaar, maar als het echt zo is, dan zeg ik het ook echt wel. Ik denk het echt legit dat het fucking nice gaat zijn. De reden waarom dat ik niet vaak upload, en niet zo vaak, is omdat het video's van editen gaat heel traag. Mijn pc is frustrerend, dus dat is kut, maar... De pc die ik koop, oh boy, ik kan nu afgeknald worden door mensen. Het heeft een AMD CPU. Oh, don't kill me, no. Maar wat ik nu ga zeggen, veel mensen gaan hier niet mee akkoord gaan dat ik deze CPU heb gekozen, maar ik heb de Ryzen, ik weet niet, hoe de fuck zeg je dat? De Ryzen 7 2700X. Yeah. Echt niet weten hoe slecht Engels dat was, maar ik denk dat het al vrij slecht was. Dat ding is in performance misschien iets minder goed dan de i7, maar het heeft wel meer cores en het is €100 goedkoper. Akkoord, in gaming is het iets minder goed, maar voor video editen en renderen is het echt wel beter. Dus kan je een pc niet alleen gebruiken voor gamen. Dus hey, je moet in het leven nieuwe dingen proberen. Snap je? Wat ik ook wel van plan ben om in... Wat ik ook wel van plan ben om in... Nou, heb ik aids, typisch. Wat ik ook wel van plan ben om in 2019 veel meer samen te werken met andere YouTubers. Ik heb dat zelfs gewoon niet gedaan, denk ik, in 2018. Ja. Dat is niet slim, hè? Nee. So we're going to fix that. Belgium Hypixel, you would see season 2. I'm working on it. Maar ik heb nieuwe leden gevonden, maar die vinden het nodig om pas na 800 jaar te antwoorden mijn berichten als ik stuur van hey, kunt je
tegen die datum opnemen. Ik bedoel, nee, ik lach maar. Iedereen heeft een druk leven. Maar het is gewoon een beetje frustrerend in mijn plaats. Snap je? De examenperiode gaat nu beginnen. Er gaan nu nog 2 vage Trainfever video's online komen. Misschien nog een CSGO video. De rest weet ik, man. Echt geen idee. Yes. Ik heb ook echt trouwens de meest wakke kerstvakantie van mijn leven. Dat is ook wel normaal. Het is de eerste keer dat ik zeg maar kerstexamen. Ja, eigenlijk kun je het al geen kerstexamens meer noemen. Januari examens heb. Dus dat is in de kerstvakantie leren. Dat is fucking wak. Wow, dat is tering wak. Als de examens gedaan zijn, dan zijn we wel dichter bij het einde van het jaar. Ja. Ja. Maar ik ga deze video afsluiten. Dit is wel een vage video. Ik wou gewoon eventjes gelukkig nieuwjaar wensen. Maar ja, als ik niet zo'n video maak, dan is het een CSGO video. En een CSGO video steek ik veel te veel tijd om te editen. En dan zijn we weer 2 of 3 weken verder. En dat is nu ook niet echt de bedoeling. Maar ik ga deze video wel afsluiten. Ik wil trouwens echt wel nog bedanken voor de support in 2018. Ook al heb ik niet zoveel video's geüpload, als ik een video uploadde, waren de cijfers wel vrij goed, om eerlijk te zijn. Voor mijn kanaal dan. Maar oké, ik ga nu de video serieus wel afsluiten. Vond je die video leuk? Was een blauw duimpje omhoog? Abonneer de volgende keer. En de volgende keer meer. En ik zeg ciao.